Wij zijn Rijnmond. Wij zijn erbij. Sinds 1983 op radio, sinds 1997 op tv. Als publieke omroep en als calamiteitenzender. Altijd betrokken bij de regio. Er is grote onzekerheid nog over de vraag en wie gaat dat doen? Kiezen bepaalt dat op 15 mei, niet u? We gaan met de inwoners. Ze moeten die naam veranderen, gewoon de Feyenoordstraat van maken. Dat is toch veel beter? Gaat er niet doorheen. We zijn trots op onze historie en de rol die we hebben in de regio. Yo. Feyenoord. Wij staan altijd aan. Zijn bereikbaar en toegankelijk via al onze mediakanalen. Op radio, tv, online en via onze app. We zijn op de hoogte. Zitten in de haarvaten van de regio met onze regioverslaggevers. Tussen de koeien, soms tussen de koeien vlaaien. Dat onderscheidt ons van nationale en internationale mediabedrijven. De Rijnmond verandert. De regio zit in de lift. Moderniseert. En daarom verandert RTV Rijnmond mee. Met nieuwe energie en een nieuwe werkwijze. Met de Rotterdamse slag. Ik maak echt een grapje, dit is echt vreselijk ingewikkeld. En ik heb nog niet eens een plank onderaan mijn poten. En met humor. Nou, als Sinterklaas een paar honderd jaar jonger was geweest, had hij het wel geweten. Midden in de samenleving. Attentie, attentie. Dit is een noodsituatie. Daar waar het gebeurt. Wij zijn Rijnmond. Wij zijn erbij.